Partijgenoten. Gisteren zette ik wat woorden op papier die ik aan het begin van deze ledenraad aan u wilde richten. Over het buitenland. Over hoe de conflicten rondom Europa ons raken. Over hoe een grote vluchtelingenstroom onze tolerantie op de proef stelt. Over hoe oorlogen die daar worden uitgevochten ook hier spanningen veroorzaken. Over fanatici die met ISIS-vlaggen in Nederlandse steden demonstreren. Over wat dat van ons vraagt. En toen kwamen de berichten uit Frankrijk. Er werd niet gedemonstreerd in Parijs. Er werd gemoord. Gruwelijk gemoord. De gebeurtenissen van gisteravond en vannacht zijn eigenlijk nog maar nauwelijks te bevatten. We rouwen om de slachtoffers en we leven intens mee met al diegenen die nu nog in angst zitten over het lot van de vele gewonden. We staan nu alle schouder aan schouder met de Fransen. De gruwelijke terreur van gisteren was doelgericht op mensen die aan het eind van een werkweek in Parijse cafés, in theaters en in een sportstadion in vrijheid het leven vierden. Dit waren aanslagen op onze manier van leven. Op de Franse waarden van vrijheid, gelijkheid en broederschap. En dat zijn ook onze waarden. En die zijn vannacht onder vuur genomen. Dat stelt ons op de proef. Het stelt de autoriteiten op de proef om de daders te pakken en te proberen nieuwe aanslagen te voorkomen. Maar het stelt vooral ons op de proef, onze samenleving. Onze vrije en democratische samenleving is kwetsbaar. En dat bleek gisteren op verschrikkelijke wijze. Wees niet bang. Zeggen we vandaag ook weer tegen elkaar. Dat is goed. Maar de realiteit is dat velen van ons, en misschien wel bijna iedereen, wel bang is. En boos. Razend. Maar die angst en die woede, die mag ons niet verlammen. Want nu komt het erop aan. Begrippen als verbondenheid en solidariteit krijgen pas echt betekenis als ze getest worden. Als we ondanks onze angst en onze woede erin slagen om ze hoog te houden en na te leven. En dat is nu, partijgenoten. Want er wordt veel van ons gevraagd. Parijs dreigt weer wij tegenover zij te zetten. Het is precies wat de terroristen willen. De verdelers groter maken en de verbinders zwakker. En let wel, er is wel degelijk sprake van een wij en een zij. Maar niet de wij-zij langs religieuze of etnische lijnen, zoals de extremisten die schetsen. Nee, wij, dat zijn wij, die de tolerantie, de vrijheid, de gelijkwaardigheid en de democratie koesteren. Waarden waar je voor kunt kiezen, waar je bij kunt horen. Ongeacht de God die je aanbidt. Ongeacht de kleur van je huid. Ongeacht waar je wieg stond. En zij, dat zijn zij die onze vrijheid verachten. Die haar haten en die haar willen bestrijden met geweld. Wij zijn met veel en zij zijn met weinig. Maar dat is niet genoeg. Zij moeten kleiner worden en wij groter, sterker, zelfbewuster, vastberadener. En tussen alle ongerustheid en angst die we nu voelen, moeten we dus weer op zoek naar die kracht, naar dat zelfbewustzijn, naar die vastberadenheid. En die gaan we hervinden.
Want onze zachte waarden van tolerantie, gelijkheid en vrijheid zijn in al hun kwetsbaarheid oersterk. Sterker dan de haat van extremisten. Sterker dan de kogels van terroristen. Dat weten wij. En dat weten zij. Die wetenschap maakt hen wanhopig en gewelddadig. En het maakt ons vastberaden. Vastberaden om de daders en hun handlangers te vinden en te straffen. En vastberaden om ons niet uit elkaar te laten spelen. Om trots te zijn op wie wij zijn en hoe wij leven. Om geen centimeter te wijken. Samen, partijgenoten, zijn wij één. Dank u wel. Mag ik u vragen om met mij nu 1 minuut stilte in acht te nemen voor de slachtoffers die in Parijs gisteren zijn gevallen? Ik dank u wel. Dankjewel, Greta.